Het is 1 november vandaag, dus het is tijd voor een envelop. Maar... kijk wat ik heb gekregen gisteren. Woehoe. Ik ben aan het twijfelen welke ik eerst openmaak. Maar ik denk dat het leukste voor het laatst bewaar. Dus ik ga eerst de envelop openmaken. Gelukkig ben ik erg handig. Het is een foto van Sandra. Dus ik neem aan dat Sandra iets op heeft geschreven. Ah, nee, papa. Sandra, samen met je aangekomen zus. Aangenomen zus. Dus dat zijn Sandra en Eva. En Sandra bij een waterval met een super hippe zonnebril op. Zonder tekst. Jee, en fucking stroopwafels! Genieten. En? Oh, de tekst. Oké. Okay. Hoi! Wacht, nee. Hey ui. Het is H-E-E-U-I. Hoi! Tanja. In deze envelop zit iets typisch Hollands. Geniet er maar van. Het is nu al november. Jee, ui. Dan ben ik bijna 16. Wel jammer dat je niet op mijn verjaardag bent. Is het een beetje leuk aan de andere kant van de wereld? Ja. Mis je al een paar dingen uit Nederland? Ja, maar als het goed is. Ik zie je pas weer in februari. Nog heel veel plezier in Japan. Eet smakelijk. XXX Sandra. Dat dacht ik al. Dit is de Sandra envelop. Oké, okay, oh, daar gaan we. Ik heb een schaar nodig. Dit is vast niet de veiligste manier om het open te maken. Het was wel grappig, want dit stond dus gewoon voor mijn deur. Dus waarschijnlijk dacht de postman, ze is er niet. Ik zet het er gewoon neer en dan doet het maar uit. Als iemand het gejat had. Oké. Okay. Hij is open, hij is open. Eerste kaart. Groeten vanuit het thuisfront in Arnhem. Oké, we beginnen met thee. Normale thee. Koelkast leggen. Genieten. Oké, theedoeken. Want die hebben ze niet in Japan, dat heb ik gevraagd. Nog een theedoek. Nog meer stroopwafels. Ik ga genieten. Croquetjes. Die zijn zo lekker. Crackers. Een beetje volkoren. Oh, daar kan ik dan die kaas op doen. Groentebouillon. Handig. Dan kan ik fatsoenlijke soep maken. En koek- en speculaaskruiden. En dat had ik gevraagd, want we willen pepernoten maken. Oh, wat ruikt dat? Ruik het, ruikt naar pepernoten. Hij knikt. Yay! Dankjewel. Ik ga eigenlijk gewoon stroopwafel eten. Ik ga gewoon stroopwafel eten. Het zakje is toch al open. Hm.
lekker.